Welkom allemaal bij deze Elastic Fantastic Workout. We gaan straks een full body workout doen van 3 rondes. En dat doen we door middel van een elastiek. De meeste dames hebben die voornamelijk wel liggen thuis. Mocht je hem nou niet hebben, kun je hem of zonder doen. Of je kan hem voor een paar euro via internet bestellen. Ik ga de workout doen samen met mijn lieftallige collega Carmen. En ik wens jullie heel veel succes. We gaan beginnen met elastiek onder benen. En wat we zo gaan doen, we zetten de voeten iets meer uit elkaar, zodat je constante spanning hebt op je elastiek. We zakken tot 90 graden en we komen weer op. Ja, lage billen. 45 seconden, 3, 2, 1, yes! En probeer tijdens die beweging constant die knieën naar buiten te duwen, waardoor je constant spanning hebt op die benen. En die borst die blijft mooi op. Gaat het goed, Karm? Lekker hoor. Mooi. Blijf lekker diep zakken. En hou je tempo een beetje hoog. Alright, we gaan naar de laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1. En schud los. Yes, elastiek mag af. En we gaan door naar de voeten. We plaatsen het elastiek tussen de voeten. Handen op het elastiek. En we gaan op en laag. In een deadlift beweging. Yes, here we go. Op en laag. Ik draai hem even om. Bovenrug is recht, borst is naar voren. En we zakken vanuit de heupen, niet vanuit de knieën. Yes. En hou je tempo. Kunnen we er een beetje een wedstrijdje van maken, of niet? Ja. Woehoe. Hebben we nog wat rondes gegaan? Ja, dat is waar, dat is waar. Laatste paar, jongens. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, los. Hij mag onder één voet blijven. Want wat we zo gaan doen. Split stance naar je toe. Ja? Elleboog langs je lichaam. In en laag. Yes. Mag je beginnen? Kom maar. Hou je lichaam en je arm dicht bij elkaar. Hiermee trainen we de bovenrug, hè? Probeer je schouders stil te houden en spanning op je core. Joehoe. En je krijgt nou last van je rug, iets meer rechtop is ook goed. Laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1 en los. We gaan wisselen van been. Yes. Split stance. Yes, here we go. Nogmaals, elleboog smal bij je lichaam. En die schouder blijft stil. En ook al is het maar een elastiek, uiteindelijk ga je hem wel voelen. Ik heb het al een beetje warm, Karm. Ja. Jij? Yes. Probeer je tempo een beetje hoog te houden. We willen lekker veel herhalingen maken. Laatste paar. 5, 4, 3, 2 en los. Yes. We gaan door naar de volgende oefening. Deze is een beetje gemeen. Plaatsen het elastiek. Net iets boven de polsen. En we brengen de armen naar buiten. Constante rek. Dus niet helemaal hier naartoe. Kom maar. Een kleine pulsende beweging. Oeh. Die ga je voelen, hè?
voor extra lachen, jongens. Kom op. Blijf doorgaan. Oh, ik heb nou een haat-liefde verhouding met deze. Laatste paar. 5, 4, 3, 2, yes. Halleluja. Hè? We gaan door naar de tricep. We hebben het elastiek aan één hand vast. En die andere, die brengen we eigenlijk als een soort extensie naar beneden toe. Elleboog is stil, onderarm doet het werk. Helemaal uitstrekken, zodat je goed die tricep gebruikt. Yes. Gezellig weer zo, hè? Zijn we weer. Joehoe. Hey, en dat kun je natuurlijk gezellig samen doen, maar in je eentje kan het ook. Maak er in ieder geval een feestje van. Zo, en ook deze ga je voelen hoor. Hou vol. Bijna thuis. 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Schud even los, even los. En maak je klaar voor je andere arm. Ik ga weer even zo staan, zodat jullie mij goed kunnen zien. Elleboog is in je zij. En we gaan uitstrekken. Yes. Volledige strekking. Hey, en heb je nou thuis een ander soort elastiek, bijvoorbeeld een lange? Kijk dan ook even naar de opties. Via internet kun je een hele hoop leuke oefeningetjes vinden. Een elastiek is echt een goede manier om je full body workout te doen. Laatste paar. 5, 4, 3, 2 en los. We gaan gauw door. Breng het elastiek om de benen. Net onder je knieën. En dan kom je met je handen onder je schouders, knieën onder je heupen. En dan gaan we een donkey kick maken. Ja? Hou je heupen recht. En een kleine beweging naar boven. Niet te ver, want dan haal je het uit de rug. En lift je heel. Deze voelt goed, of niet? Hou vol en hou die heupen recht. Alles voor het zomerlichaam, hè? Laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1. Ontspan. Zo, die begon al een beetje te branden, hoor. Ja. We gaan wisselen van been, dus ik draai me even om. Handen zijn weer onder de schouders, knieën zijn weer onder de heupen. Been gaat weer op en we bewegen boven en onder. Komt-ie aan. En lift die hak. En ondanks dat je een beetje moe wordt, blijf altijd bewust van je houding. Is je rug nog mooi recht? Zijn je heupen recht? Zijn je handen nog onder die schouders? En heb je nog een beetje plezier? Blijf doorgaan. Laatste paar. En los. Woe. We blijven laag. We hebben het elastiek om de voeten. En we gaan lekraces maken. Dus we gaan op en laag. Ja. Probeer goed die onderrug in de grond te duwen. Bij Carmen gaat ook alles goed. En is hij nou een beetje te zwaar?
Dan blijf je wat hoger. Kleine beweging is een mooie regressie. Ja? Duw die rug in de grond. Laatste paar. 5, 4, 3, 2 en los. Woe! Laatste oefening. Hier hebben we geen elastiek voor nodig. We gaan de borst trainen door middel van push-ups. Mag op de tenen, mag op de handen. Je kan ook tussentijds wisselen. Handen zijn onder de schouders. Voeten zijn op heupbreedte. We zakken en we duwen op. Rustig tempo. Gecontroleerd. En je wordt het nou even te zwaar. Optie is op de knieën. Let er dan wel op dat je niet te ver naar achter beweegt. Richting handen. Yes. Tenen mag ook. En als je op je knieën bent, smalle heupen mag ook. Laatste paar. 3, 2, 1. Los. Right. Dit was ronde 1. Hou even een minuutje rust. En dan gaan we door naar de tweede ronde. Schud even lekker alles los. Drink even een slokje water. Wij maken ons denk ik vast een beetje gereed voor de volgende oefening zo. We beginnen zo weer met de squat. Right. Zit hij goed, Karm? Ja. Dat is altijd even een uitdaging, hè? Ja. Hey, straks in die squat, benen weer naar buiten, spanning op je knieën, billen naar achter. We wachten even op de piep en dan gaan we weer voor 45 seconden. Oeh. Yes, here we go. Op en neer. En probeer een beetje op de kniehoogte te zakken. Om een mooi squatbereik te creëren. Yes. Cameramannen zijn een beetje gek aan het doen daarachter. Maar wij gaan gewoon lekker hoor. Ja, ja, ja. Laatste paar. En 5, 4, 3, 2, los. Yes. We gaan naar de deadlift. Elastiek mag om de voeten. Op deze manier. Wat we zo doen, vanuit de heupen zakken we laag. Mogen jullie beginnen? Kom maar. Op en neer. Dus let erop dat je die schouderbladen naar achter trekt. Borst is recht. En we duwen die billen naar voren als we weer omhoog komen. Wat trainen we nou eigenlijk? Hamstrings en billen. Yes. Klein beetje onderrug ook. Blijf bewegen. En stop maar. We gaan naar een single arm row. 1 voet. Split stance. Klein beetje zakken. Smalle arm. In en uit. Wacht op de piep. Yes, kom maar. In en uit. Lekker cd'tje hoor. Hou die borst recht. Denk aan die houding. En deze oefeningen worden met de ronde steeds minder leuk, hè? Maar we blijven lachen.
Laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Schud even los. Wissel van been. Split stance. Denk aan die rug, hè. Voel je het te veel in je onderrug? Iets meer rechtop. Here we go. Yes. En eenhandig trainen is super goed om die disbalans tussen je spiergroepen te verbeteren. Ja? Yeah. Dus wie er zegt dat je thuis niet goed kan trainen, zeker wel. Een elastiek, alles wat je nodig hebt. Laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Heel goed. Deze. Oh nee. Oh. Tussen de armen. Knieën zijn licht gebogen. We brengen straks spanning. En een klein beetje spanning terug. Dus niet hier. Yes, here we go. Klein stukje. Yes. En wij moeten blijven lachen, maar eigenlijk, jongen. Oh. Oeh. Blijf doorgaan. Ah. Oh. Ga je eten vanavond? Kip! Iemand zei ooit tegen mij dat pijn een emotie was. Dus we blijven gewoon lachen. Laatste paar. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, on fire. Alright. Tricep. Breng één hand hier op de borst. Met die andere volledig uitstrekken. Elleboog is tegen het lichaam. En we maken ons helemaal lang. Yes. En als dit nou te zwaar is, breng je arm dan wat lager. Dan wordt die weerstand minder. Yes. Maar we gaan natuurlijk voor goud, hè, hier. Hey, dit is voor die kipfiletjes, hè. Voor de dames thuis. Blijf doorgaan. Laatste paar, kom op. 4, 3, 2, 1. Ho. Oh, even los. Wissel van hand. Hand is weer op de borst. Wacht op de piep. Yes, here we go. In en uit. En als je nou geen elastiek hebt, maar wel bijvoorbeeld een flesje water of een ander gewichtje, dan kun je deze ook doen, hè? Alles kan. Wat gezelliger zo, of niet? Laatste paar. 3, 2, 1, los. We gaan naar de benen. Donkey kickback. Breng hem onder de knieën. En we gaan op de knieën. Handen onder de schouders. En dan brengen we het been omhoog. Heup is recht. Hiel is omhoog. Gecontroleerd. Spanning op de billen.
En het gaat er niet om hoe hoog je beweegt, maar hoe je de beweging uitvoert. Ja? Heupen recht. Spanning op je billen. Laatste paar. 3, 2, 1. Yes. Even ontspannen. Even je elastiek weer goed voor ronde 2. Right. Maak je klaar. Gaan we weer. In en uit. En als het goed is, ga je deze nou goed voelen, jongens. Blijf mooi in die houding. En blijf een beetje je tempo houden. Laatste stukje. 5, 4, 3, 2, 1, los. Woe! We gaan net door naar de leg raises. Breng hem om de voeten. Benen zijn lang. En dan gaan we zakken. Rug is in de grond. En we brengen de benen op. En laag. Je optie is hoog. Kleine beweging. Yes. En anders helemaal laag. Vind het nou zwaar? Eén hand onder je heup. Is ook een optie. Yes. Laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1. Woe. Laatste. Elastiek mag even weg. Push-ups. Push-ups op de tenen of op de knieën. Of maak er een mix van, jouw feestje. Kom maar staan. Handen onder de schouders. Let's go. In en uit. En als je die push-up doet, let erop dat je niet te veel gaat hangen in je heupen. Hou het recht. En als je dat niet meer redt, naar die knieën. In en uit. Breng die handen en die borst bij elkaar. Yes. Meer tricep, pak je hem wat smaller. Wat jij wil. Yes. Laatste paar. 5, 4, 3, 2, 1, los. Yes. Hè? Dat was ronde 2. We hebben er nog 1 te gaan. Hoe gaat het thuis? Ik heb het warm. Volgens mij mijn collega ook. Even een minuutje rust. En maak je klaar voor die laatste ronde. Ik hijs me vast in mijn elastiek. Yes. Alright, we gaan straks weer beginnen in die squat. Tenen naar buiten, spanning op je elastiek. We wachten even op de piep. 3, 2, 1. Yes, komt ie, in en uit. Laatste ronde, gaan we nog even alles geven. Ik zit nu met de handen. Heerlijk, heerlijk. Hey, en denk aan spanning op dat elastiek, hè. Altijd spanning houden, anders zit hij er eigenlijk voor niks om. En probeer die squat ook een beetje diep te houden. We willen wel effectief trainen. Laatste paar. 3, 2, 1. Hold.
Right, we gaan naar de volgende oefening, deadlift. Pak je elastiek. En we gaan laag en op. Yes, jullie kennen de bewegingen. Vanuit de heupen. Rug is recht. Schouders naar achter, borst naar voren. En duw die billen naar voren bij het opgaande beweging. Yes. En blijf lachen. Ik wil eigenlijk iets van de sombrero op of zo. Ja. Blijf doorgaan. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Oké, we gaan door naar 1 voet. Split stance. En dan gaan we weer naar die single arm row. Wacht op de muziek. Yes, in en uit. Rug recht. Elleboog langs je lichaam. En als je wil, mag je iets meer rechtop. Blijf bewegen. Laatste paar. Vijf, vier, drie, twee, één. En los. Wissel van been. Schud even los ook, hè. Woe. Right, split stance. 1 hand in de zij. Let's go. Hoe gaat het bij jou, Carm? Gaat lekker. Ja, hè? Is toch best goed, hè? Zo'n elastiek? Yes. En kijk eens thuis. Vergeet jezelf niet te filmen, hè? We willen wel een paar mooie workouts zien. Hashtag Tesca TV. Laatste paar, kom maar. Drie, twee, één, los. Right. Mijn lievelings. Oh, ik wil niet. Kunnen we deze er niet uitknippen? Kom op, dubbel, die van net. Armen gaan lang. Knieën van het slot en we brengen ze zo naar buiten en terug. Constante spanning. In en uit. Oeh. Ja. Riva. Yes. Hou je armen lang. En probeer ondanks die spanning schouders en nek te ontspannen. Ja, hou je schouders laag. Heel leuk. Blijf bewegen. Zijn we er al bijna? Cameraman. Laatste paar. En 5, 4, 3, 2. Right. Tricep. Hand op je borst. Elleboog in je zij. En we gaan zo weer uitstrekken. Wacht op de piep. Yes, here we go. En wil je nou misschien juist wat meer? Hoe hoger jij hem pakt, hoe strakker die wordt, hè? Maar dat is leuk voor thuis. Ik snap het vast wel. Ja, jullie snappen het wel. En maak wel helemaal lang, hè, die arm. Gebruik die tricep. Wel gezellig zo weer. Ja, ja, leuk. Oeh. Laatste paar. En 5, 4, 3, 2 en los. Alright.
We gaan naar de andere kant. Bereid je nog even mentaal voor. Dan gaan we weer van start. Hands op de borst. In en uit. Hop. Yes. En zoals ik eerder al aangaf, alle oefeningen zijn met allemaal soorten elastieken uit te voeren. Een beetje creatief zijn, dan kom je al een heel eind. Laatste paar. Vijf. Vier. Drie. Twee. Één. En los. Yes. We gaan naar de donkey. Elastiek gaat net onder de knieën. Spanning houden, anders dan rolt hij weer naar beneden. Knieën onder de heup, handen neer en dan gaan we op en neer. Elastieken blijven altijd een uitdaging. En je mag hem natuurlijk ook zonder elastiek doen, hè? Denk aan die heupen, hè? Hou ze recht. Kleine beweging naar boven. Spanning op die billen. En nou begin hem echt te voelen. Vijf. Vier. Drie. Twee. Één. En los. Oké, ontspan. We gaan even omdraaien. Elastiek, even weer goed leggen, knieën uit elkaar, want je wil spanning houden. Handen onder de schouders. En dan gaan we weer, komt-ie. In en uit. Hak richting plafond. Laatste paar. Opperste focus. Heupen recht. Laatste paar. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Los. Oeh. Nou, die begon ik nu wel te voelen, hoor. Ja. We gaan naar de leg raises. Onder de voeten. En we gaan helemaal plat liggen. Breng de benen op. En als je dit met z'n tweeën doet, kijk uit voor elkaar. Op en neer. En nogmaals, een regressie kan hoog zijn. Of één hand onder je rug. Voor extra steun. Yes. Laatste paar. Hou die rug op de grond. En los. We gaan naar de laatste. Push-ups. Elastiek mag weg. Handen onder je schouders. Laatste stukje. Yes, here we go. In en op. Nogmaals, optie, knieën. Dat kan wijd zijn. Smal voor je tricep. Jouw keus. Laatste paar. Toch? Toch?
Yes. All right. Dit was hem, jongens. Dit was de workout voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten, net zoals dat wij dat hebben. Probeer even een filmpje van jezelf te maken en deel hem alsjeblieft even via de Facebook-site van Tesqua TV. En abonneer je ook alsjeblieft even op ons YouTube-kanaal. En we zien jullie heel gauw weer terug.